tijd. Hoe lang beoefent u al de duivensport? Ik beoefen de duivensport al 35 jaar. Mm-hmm. En het is eigenlijk van ooms, vader. Dus in de familie van Bever had ik zeg maar 5 ooms. En ons papa die vroeger al vele jaren geleden eigenlijk de duivensport beoefende. Ja. Dus het is eigenlijk familie aangelegenheid. Ja, familie aangelegenheid. Ja. Oké. Op 21 januari start de veiling bij Dream Pigeons. Ja. Zijn er bijzondere zaken dat jij nog eens extra wilt vermelden over welke duiven komen in de veiling en zo? Ja, we hebben dus nu de kweken samengezet. En we zijn ervan uitgegaan dat we dus duiven moeten gaan geven waar wij zelf dus onze grootste successen mee hebben behaald. Dus er komen nu duiven in de verkoop van de Joostenlijn, van Joost de Smijter. Dus van onze rode Joost, onze 071, 9e Nationaal, 's avonds in het donker thuis. Van de kleinkinderen van Roger Barcelona, de eerste Nationaal Barcelona. Achterkleinkinderen van de Vala Cahors, die wij gekruist hebben op die duiven zitten in de lijnen. En dan gaan we natuurlijk op ons succes van dit jaar, de eerste Montluçon. Nou, de eerste Montluçon, die zit dus ook met 2 eitjes. Daar gaan we dus jongen van verkopen uit zijn vader en moeder van de Montluçon. Komen in de verkoop. Dan onze eerste Van Rooyen provinciaal dit jaar. Komen uit de oma en de opa en de vader en moeder duiven in de verkoop. En dan ja, van onze Blue Rocket 060 van al onze topduiven die naar het kweekhok zijn gegaan. Die gaan in de verkoop komen. En dan denk ik dat het echt heel goed spul is waar de mensen wat aan hebben.